Yo, Vaku Gamers, Lars hier. Goedemorgen en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaku Games. En jongens, allereerst ontzettend bedankt voor al jullie tips, ideeën en suggesties op de video van gisteren. Ik had jullie namelijk gisteren gevraagd wat voor materialen we onder andere moesten gebruiken voor mijn vuurtoren. Ik had jullie de keuze gegeven tussen dioriet en sneeuw. En het is eigenlijk met een overgrote meerderheid sneeuw geworden. En dat betekent dus dat we vandaag zo meteen lekker eens eventjes wat sneeuw moeten gaan zien te fixen, dat we wat meer rode blokken moeten gaan zien te vinden. En als we dat voor elkaar hebben gekregen, dan kunnen we tenminste ook eens eventjes gaan verder bouwen aan die vuurtoren. Want die vuurtoren, die moet ondertussen toch best wel behoorlijk af. Het is leuk om hem af te hebben. En bovendien kunnen we hem dan ook goed gebruiken. Want ik wil binnenkort namelijk met jullie weer eens een keertje op reis gaan. Dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan in deze wereld. En het lijkt me wel leuk om gewoon weer eens een keertje 85 kilo aardappels in mijn rugzak te gooien. En gewoon weer eens een keertje een dag of wat te gaan lopen. Gewoon ergens naar een leuk plekje om te kijken of we er allemaal kunnen vinden. En als we dan terugkomen hier in deze wereld, ja, dan is het natuurlijk wel heel handig als we ook weten waar we heen moeten lopen. En die vuurtoren, die gaat ons daar natuurlijk ontzettend goed bij helpen. Dat allereerst. Ten tweede, ik heb jeuk op mijn hoofd trouwens, echt bizar. Zo, hoppakee. Ten tweede, wat ik ook hier aan jullie gevraagd heb gisteren, dat was wat de naam moest worden van onze sneeuwgolem. En ik heb heel veel namen gezien, van Jan tot Piet tot Kees tot Aart. Allemaal namen die jullie opgestuurd hebben. En ik heb er eentje uitgekozen en dan lijkt het me eigenlijk wel leuk om die meteen maar eens op te gaan hangen. Sterker nog, ik heb hem een paar keer voorbij zien komen. Dus volgens mij hebben een paar mensen gewoon elkaars naam overgenomen. Moet kunnen hoor, helemaal geen probleem. Dat doe ik allemaal niet zo heel erg moeilijk over. Maar het is wel een naam die niet zomaar 1, 2, 3 bedacht is. Dus of mensen hebben in één keer de totaal dezelfde gedachtegang gehad. En dat een stuk of 3, 4 mensen allemaal in één keer hetzelfde bedacht hebben. Maar ik vond de woordgrap wel leuk. En ik hou van woordgrappen, dus ik weet niet zo zeker of dat het... Oh, trouwens, we moeten het paadje moeten nog aanleggen. Dan kunnen we ze ook wel eens eventjes doen. Een paadje richting onze sneeuwgolem, die natuurlijk een naam moet hebben. Hey, dude, hoe gaat het met jou dan? Dit is officieel vanaf vandaag Bob de Sneeuwpop. Past dat achter... Niet de sneeuwpot. Nee, Bob de Sneeuwpop. Past dat achter elkaar? Bob de Sneeuwpop. Zo, hoppakee. Ik vond het wel een leuke naam, Bob de Sneeuwpop. Ik denk van, ja, dat kan wel. Misschien kan je trouwens een bordje op glas hangen. Dan kan ik daar glas neer hangen. Dan kunnen we Bob ook tenminste in zijn ogen kijken. Of nou kijken we alleen maar richting zijn onderkant. Dat is voor sommige mensen heel interessant, maar voor mij niet. Ik wil graag Bob in zijn ogen kunnen kijken. Dag Bob, hoe gaat het met jou dan? Awesome, met Bob gaat het goed. Dan moeten we heel veel sneeuw wegscheppen, want die hebben we zeker nodig. Kom hier Bob, geef me al je sneeuw. Geef me alle sneeuw die je me kan geven Bob. Ik wil al je witte spul hebben. Klonk heel kinky. Maar dat is niet de bedoeling, niet. Want hoe hoger die vuurtoren wordt natuurlijk, hoe minder materialen we uiteindelijk nodig hebben. Want hij wordt steeds smaller. Dus ja, dan hebben we ook steeds minder spul nodig. Let's bouw dit. We hebben meer wit spul nodig, Bob. Kom op, doe beter je best. Geef me al het wit spul, dankjewel. Nou, dit is al voldoende wezen. In ieder geval voor een tijdje. Alhoewel, 39 moet 3 hoog, hè. Dat gaan we niet redden met dit. Dat gaan we hier niet meer redden. We hebben meer nodig. Meer wit spul, Bob. We trekken Bob helemaal leeg. Al zijn witte spul trekken we uit Bob. Klinkt ook weer heel erg fout, maar dat is ook niet de bedoeling. Zo, hoppakee. Dan zal dit wel voldoende wezen. Bam. Hapsik idee. Dan lopen we ook nog eventjes langs de schapen. Want dan knippen we die ook nog eventjes kaal. En dan hebben we dat ook helemaal gefixt. Hoppa. Zo. Hey, Bob. Zie je later. Dude, zet hem op. Met meer witte spul maken. Let's zoek schapen. En als we dan tijd over hebben zometeen, dan kunnen we misschien ook alvast een beginnetje gaan maken. Met het systeem bovenin het dak. Want een vuurtoren die moet natuurlijk alleen 's nachts werken. Hè. Het heeft helemaal geen nut om een vuurtoren overdag licht te laten geven. Dat zou sowieso helemaal nergens op slaan. Dus wij hebben gewoon nodig een daylight sensor systeem. En waarom heb ik dat niet meer? Volgens mij heb ik geen daylight sensor systeem meer. Dus die zouden we dan ook weer in elkaar moeten knutselen. Ik heb werkelijk van geen idee meer hoe we dat moeten doen. Ik ken nog wel glowstone. Maar ja, dat is ook niet heel erg handig. Ik hoef die vuurtoren hoeft niet elke dag te schijnen, toch? Als het gewoon overdag is, dan kan ik hem van een afstandje gewoon zien. Dan hoeft hij wat mij betreft niet licht te geven zonder van de stroom, toch? Hapsiek idee, niet dat de stroom is in Minecraft, maar het gaat om het idee, toch, hè? We moeten met z'n allen minder stroom verbruiken, dat zeggen al die milieugroepjes met z'n allen. Dus laat ik daar dan ook maar een beetje het goede voorbeeld van geven. Hoppakee, hoeveel is dat? 41, vast niet genoeg, maar we kunnen in ieder geval weer een stukje verder. Hapsiekee, deurtje open, deurtje dicht. Let's go in naar boven, kijk, dat ziet er toch awesome uit, jongens. Let's be honest, als je van deze kant aankomt lopen, dan is dit toch baas? Dit ziet er toch super cool uit, jongen G. En dan moet het nog veel hoger, dus we moeten nog veel meer werk verzetten. Hoe eerder we eraan beginnen, hoe sneller het af is.
Trouwens jongens, ondertussen, even een ander dingetje, totaal iets niet relevants. Hebben jullie ondertussen al een like gedaan op deze video? Ik bedoel, op Epic Mod kan het, en waarom zou het hier dan niet kunnen? Knal even een like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Zou natuurlijk wel super awesome, super baas, super chill, super relaxed zijn. Want dan kan dat ook weer een beetje groeien. Trouwens, sowieso Vaco Games gaat echt super goed, want eergisteren, op het moment dat ik dit aan het opnemen ben, eigenlijk gisteren, maar ja, jullie zien deze video morgenochtend pas op zaterdag. Eergisteren zijn er gewoon weer meer dan 300 abonnees bijgekomen. En zelfs Vaco Games in zijn allerbeste tijd heeft dat niet 1, 2, 3 gehaald. Dus ik ben jullie daar super dankbaar voor, dat we met z'n allen gewoon weer een soort revival van Vaco Games hebben gecreëerd. Ik weet niet hoe we dat gedaan hebben met z'n allen, maar ik ben er in ieder geval super dankbaar voor. We zijn met z'n allen Vaco Games aan het terugbrengen naar de oude staat. De staat waarin het altijd was. Dat er gewoon lekker veel abonnees bij kwamen. Ik doe dit trouwens helemaal fout, volgens mij niet. Volgens mij moet dit... Hoe doe ik dit nou weer? Wacht eventjes. Moet het zo? Volgens mij doe ik dit helemaal fout. Oh niet. Hij moet eentje smaller. Hoe de neuk doe ik dit dan weer? Moet hij dan met rood? Ja, dan moet er eentje met rood hier. Want als ik dat niet doe... Wacht, ik zie het al. Ik doe het helemaal fout. Waar is mijn schep? Waar is mijn schubbertap? Ik doe het helemaal verkeerd, zie. Ah, dan gaan alle sneeuwballen er weer aan. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde gewoon mijn normale blokken hebben. Snap, potverdorie. Voor mij heb ik dat zo gedaan de vorige keer. Zo. Toch? Maar dan heb ik daar niks. Zo heb ik het ook niet gedaan. Hoe de neuk heb ik dit gebouwd? Ik heb geen idee meer hoe ik het gedaan heb. Ja, broeder, blijf even uit. Blijf er even uit als het klaar is. Mag je, ja, als het klaar is mag je erin wonen. Oké, deal. Hoe hebben we dit nou weer gedaan? Hij moet eentje kleiner. En dan... Ja, moet wel zo. Ah, wat maakt het ook uit. Het moet wel zo. Kan mij het schelen. Ik doe toch niet dat de bovenkant ook nog niet heel vaak komen. Dus, wat komen we weer naar boven? Dioriet, om weer helemaal terug te komen... laten we dat dingetje naast die andere bouwen. Dan moet ik zo meteen twee van die torentjes weghalen. En één is weer de voldoende. Ik ben namelijk een ontiegelijk luie Minecrafter, jongen. Hoe luier het kan, hoe beter het is. Kom maar op, kom maar door, kom maar door, kom maar door. Hiep, hoi. Nou, oké. Okay. Even kijken, eens. Eén daar, één daar. Dus dan zou dit glowstone moeten worden. Als ik goed gecheckt heb, of niet? Dat zal wel weer niet. Ik zal het wel weer helemaal verkeerd gezien hebben, maar... Het ziet er op zich wel leuk uit, toch? En als het er leuk uitziet, vind ik het goed genoeg. Hapsakee, bam! Dan dit allemaal zo. Nee, dat moet helemaal niet zo. Wat ben ik nou weer grootste mee bezig? Ik vernachel mijn hele vuurtoren. Oh my god. Ja. Er moet eentje naar binnen. Ik snap geen reden. Het doet gewoon zo. Kan mij het schelen. Hoppakee, die vuurtoren die moet ook eens een keertje af, hoor. Ik kan er wel een keer bezig mee blijven. Maar dat schiet ook niet heel erg op, natuurlijk. Hapsakidee, dit schiet tenminste lekker op. Mensen, bam, bam, bam. En dan... rood natuurlijk. Hapsakee. Kijk, zie je, op een gegeven moment wordt hij wel een heel stuk... sneller hoger, hoor. Want die... Nee, niet daar. Eentje minder. Want hoe hoger we komen, hoe minder zooi we nodig hebben. Nou, nu gaat het wel echt heel vlot. Want we hebben nog maar 12 nodig om één zo'n rondje te doen. Dus dat is 36 per keer. Hop, hop. Twee tetten in één... Vul maar in. Maar nou denk ik... Hebben we nog meer sneeuw? Ja, dat hebben we. Nou denk ik dat het nog wel mooi is... als we hem nog eentje hoger doen op deze verdieping. Dat we de onderkant gewoon met twee stukken doen... en dan deze kant helemaal met vier. Dat lijkt me wel heel erg tof. Hoppakee. Anders krijgen we hem niet heel erg voor hoger. Dan wordt het meer een soort van halve piramide... in plaats van dat het een volledige vuurtoren is. Want op zich de onderkant moet breed zijn... maar de bovenkant kan natuurlijk wel gewoon dezelfde vorm hebben. Zo... En dan... 1, 2, 3, 4, 5. We doen er nog eentje hoger met rood. Kan ik hier bovenop komen? Oké, levensgevaarlijk, maar het is gelukt. Nice. Dan hebben we dus nodig meer rood. En dan ga ik ook eventjes kijken van een afstandje hoe het er nu uitziet. Want dan ga ik zo meteen hele grote fouten maken. En dat is niet goed natuurlijk. Nu kunnen we nog alle fouten rechtzetten die we eventueel gemaakt hebben. Voor mij moet die daar bovenop. Heb ik dat helemaal fout gedaan? Wacht eventjes. Hij moet... Nee, hij zit wel goed. Snap er geen reet van. Kan ook kunnen dat hij gewoon... Omdat hij nu te hoog wordt, hoor. Dat we dan dat rare randje niet meer hebben. Dat is ook nog een mogelijkheid. Man, ik moet maar geen officiële vuurtorenwachter bouwen voor het... Of geen officiële vuurtorenbouwer voor Nederland worden. Dat gaat helemaal fout. Dan hebben ze hem dan allemaal schepen die in één keer aanspoelen... Omdat ik vervolgens weer een verkeerde vuurtoren gebouwd heb. Moeten we niet doen.
Dus mocht ik ooit in mijn hele leven de neiging hebben om officiële vuurtorenbouwer voor Nederland te worden, sla me, please, dat moet ik niet doen. Dat is levensgevaarlijk en daar brengen we mensen mee in gevaar. En dat is natuurlijk niet goed. Let's loop die kant op, want het wordt bijna donker. Dan kunnen we ook eens even kijken hoe dat eruit ziet in het donker. Want die buitenste randen met die glowstone, ja, die zou je sowieso wel blijven zien natuurlijk. Die ga je altijd blijven zien, want ja, het is glowstone. Dat gloeit overdag en het gloeit 's nachts. Let's go staan op deze boom om te kijken hoe het eruit ziet. Hoppa. Is dit mooi of is dit mooi? Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik vind die bovenkant te smal, als ik heel eerlijk ben. Ik vind die bovenkant te smal. Ja, tenzij we natuurlijk daar bovenop een grotere vuurtorenkop gaan bouwen. Dan zou het kunnen. Dan zou die eventueel weer heel erg baas kunnen worden. Maar ik denk dat we dat dan morgen moeten gaan doen, jongens. Want ik zou sowieso even op moeten zoeken hoe je precies die redstone lampen kan maken. Want die redstone lampen moeten we dan weer verbinden met een daylight sensor. Die daylight sensor was niet zo heel erg ingewikkeld. As far as I know, en volgens mij heb ik daar ook nog wel een paar van liggen. Dus ik ga ondertussen lekker vrolijk verder met het knippen van mijn schapen. Hopelijk willen jullie in de tussentijd even een like knallen op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik jullie dan morgenochtend gewoon weer terug. Op zondag om 7 uur, natuurlijk altijd om 7 uur, hier op Vaco Games. Voor de volgende aflevering van Minecraft Survival. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En jongens, tot morgen. Mazzel!